Ik heb voor jullie voor vandaag weer een hele toffe video. Wij gaan het namelijk hebben over dingen die in seizoen 8 moeten komen. Het zijn allemaal een soort van concepten. Allemaal ideeën die eigenlijk in seizoen 8 zouden moeten komen. En ik ga je ook uitleggen waarom ze erin moeten komen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eens even zeggen, we doen een hele grote giveaway. Als je daaraan mee wil doen, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is onze supporter creator code in te vullen op Fortnite. En daar een foto van te maken en die vervolgens op te sturen naar of onze Twitter of onze Instagram. Doe dat en dan maak je kans op morgen, moet ik even rechts kijken, een hele vette PlayStation controller. Echt zo geavanceerd en niet de standaard 1. Met daarbij een Funko Pop. En de dag daarna kan je een PlayStation winnen. Dus super grote prijzen. Doe dus mee. Gebruik als supporter creator code. En als je die invult, krijg je ook die gratis wrap natuurlijk, als je die niet al hebt. Laten we gewoon gaan beginnen met deze video. Ik ben echt heel hyped. Ik heb echt hele vette dingen. De eerste ding zie je nu in beeld. Het is namelijk een nieuwe variant van de Daily Shop. Zoals jullie weten hebben we nou iedere dag een nieuwe shop in Fortnite waarin nieuwe skins staan. Of oude skins die weer terugkomen. En nieuwe emotes en van alles en nog wat. En iemand heeft bedacht, dit moet veranderen. Het ziet er een beetje verouderd uit. Het mag een nieuwe look gaan krijgen. En dit is hoe dat er dan uit moet komen te zien. Je ziet hier dat we Daily Pickaxes hebben. Dus je hebt standaard 3 pickaxes. Dan hebben we standaard 3 emotes. Waaronder eentje met een uitroepteken. En die met een uitroepteken zijn dan degene volgens mij die nieuw moeten zijn. En dan zie je hier Daily Outfits. En dan heb je dus verschillende outfits die Fortnite kiest. En dan heb je Community Picks. En Community Picks, dat zijn de skins die de community kunnen voten. Waar mensen voor kunnen kiezen. En daaronder zie je dan ook skins waar er voor gevoten kan worden. Dus dan kan je ook echt kiezen voor wat er dus morgen in de shop terugkomt. En dat is super vet. Daarmee promote je ook weer andere skins die misschien Fortnite niet meer, die misschien Fortnite vergeten is. Dus het is een super vet idee. En daarnaast hebben we hier rechts nog een soort van featured stuk. En daar zitten weer andere skins in. Zoals hier de Renegade Raider. Die gaat natuurlijk never nooit terugkomen. Maar het is zo. Sowieso een super vet idee. En ja, ik denk oprecht dat het een heel goed idee is. Gaan we door naar het volgende idee. En dat is namelijk de Resurrection Stone. De Resurrection Stone moet een mythic item worden. Net als dus het zwaard. En het idee is dat je één iemand in je squad terug kan krijgen. Terug kan spawnen, moet je eigenlijk zeggen. Deze kan je heel moeilijk vinden. Je vindt ze heel misschien in de supply drops. Ze hebben een hele laag procent kans. Je kan ze ook alleen in een supply drop vinden. En als je dan eentje hebt, kan je één iemand terughalen. Het doet 10 seconden om iemand terug te halen. Super vet idee. Natuurlijk is het een beetje van Apex af. Want Apex heeft natuurlijk heel veel druk op Fortnite. En het is gewoon heel erg leuk. En ze hadden bedacht dat het leuk is voor de storyline. En dat het dus ook gelijk perfect past in seizoen 8. Dus ik zie dit item best graag in seizoen 8 terug. Wie weet gaan we dit ook wel krijgen. Het zou super grappig zijn als we dit straks ook krijgen in seizoen 8. Maar dat moeten we even afwachten. Gaan we door naar het volgende. Dit is een soort van variant op dat vorige idee. Namelijk een soul jar. De soul jar is een soul in a jar. Sorry. De soul in a jar is hetzelfde idee als net, maar dan op een iets andere manier bedacht. Wat je namelijk kan doen is je kan die soul in a jar vinden. En als je dan iemand killt, kan je in plaats van hem finishen, kan je zijn ziel pakken. En als je zijn ziel dan pakt, kan je die gebruiken om je eigen teammate weer te respawnen. Dat kan dus alleen in duo's en in de squads, omdat je daar dus met z'n down kan krijgen en omdat je daar dus teammates hebt. Maar het idee is sowieso heel erg vet. Het lijkt me heel erg leuk om dus mensen terug te kunnen krijgen als iemand down is, dat je hem weer terug kan inspannen. Lijkt mij heel erg tof, want dit zorgt ervoor dat als je iemand dood bent, dat je niet de hele tijd hoeft te wachten en dat je dan gewoon kans hebt om weer door te spelen als teammate. Dus superleuk idee. Soul in a Jar is voor seizoen 8 zeker weten een goed idee als je het mij vraagt. Gaan we door naar het volgende. En dit is de eerste skin, een soort van skin concept. Is namelijk Fortnite x Zelda. Zelda gaat volgens mij met een nieuwe game komen. Dus iemand heeft bedacht dat we een samenwerking moeten gaan krijgen. Of in ieder geval Fortnite de samenwerking met Zelda moet gaan krijgen. Ik zie het niet helemaal zitten, omdat Zelda natuurlijk een aparte game is. En die concurreert indirect met Fortnite. Maar het zou best wel vet zijn als je het mij vraagt, als ze dus wel een samenwerking zouden doen. Namelijk, een harvesting tool is letterlijk de Master Sword. Dus dat is het zwaard van Zelda. Sorry, ik heb geen... Van Zelda, zeg ik wel. Heet die wel Zelda? I don't know. Ik weet echt niks van Zelda en die hele trilogie af. Maar dat zwaard is heel erg vet. En dan die backbling is dan eigenlijk het zwaard. Of het zwaard, zeg ik nou. Het schild. Dus dit is dan de stijl. Ja, ik snap niet helemaal. Misschien... Oh, je hebt hem in verschillende stijlen. Je hebt hem in het blauw en het groen. Oké, okay. En dan is de glider letterlijk de paraglider die ook in die game zit. Super vet. Het is dan een legendary en hij heet de Hylian Hero.
Lijkt mij een hele vette skin. Ik zie hem heel graag in de game. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Zet het even neer in de reacties, want ik ben oprecht wel benieuwd. Gaan we door naar het volgende. En dit is de katapult. De katapult is een, is dus een item, een soort van iets of een vehicle, waarin je dus dingen kan afschieten. Deze kan je dus vinden, spannen dus maximaal 3 in een game. En dan kan je dus met bepaalde hoeveelheid materialen kan je dus dingen wegschieten. Dus echt een soort van bal. Een houten bal doet het minste damage, maar kost 50 hout. Dan heb je stenen, die doet gemiddelde damage, maar kost 75 steen. En dan heb je ook nog een ijzeren bal, die doet heel veel damage en die kost 125 damage. Ik ben een beetje twijfel over deze, maar ik wil hem toch wel in doen, want misschien is het wel een interessant dingetje, want we hebben natuurlijk ook vliegtuigen bijvoorbeeld gekregen in seizoen 7. Misschien gaan we dan wel een soort van katapult krijgen in seizoen 8. Dat zou misschien wel passen. Ik vind het wel een grappig idee, maar ik weet niet of Epic Games er ook zo over denkt. Gaan we door naar het volgende. En dit is de Comet Color. Deze ben ik wel echt heel erg fan van. Namelijk, het is een soort van ability die je kan vinden, die een soort van airstrike laat komen. Dus kometen uit seizoen 3 bijvoorbeeld kan je er heel mooi voor gebruiken. En die komen dan uit de Rift. Echt, ik vind het best wel geniaal. Want dan heb je dus meerdere dingen die je combined. En ja, het lijkt me best leuk. Dus dat er uit die Rift dus kometen komt en dat je die zelf kan incallen. Lijkt me leuk. Er staat hier dat er 6 kometen uitkomen en elke deelt 10 damage. Valt best mee. Ik vind het er best wel. De hoeveelheid damage best meevalt. Ik denk dat het best wel 20 damage mag zijn. Want dat doe je als je alle kometen raakt. Maximaal 120 damage. Dus ik vind dat een beter idee dan 10. Want anders kan je maximaal maar 60 damage doen. Dat is echt heel erg weinig. Maar het idee vind ik leuk. Ik vind het oprecht wel een tof idee om zoiets te krijgen. Gaan we door naar het volgende. En dit is een skin concept. Ik weet even niet meer hoe deze skin heet. Maar ik vond hem zo vet. Ik moest hem er even in doen. Kijk hoe die eruit ziet. Het ziet er zo dik uit. Even een shout-out naar The Unknowns. Hele vette skin. Ze zullen nooit zo gedetailleerd worden, Fortnite skins. Maar wie weet dat we ooit zoiets gaan krijgen. Het is natuurlijk de niet de Love Ranger, maar de tegenovergestelde. De Dark. Nee, ik weet even niet hoe die heet. In ieder geval een variant van de Love Ranger. En ik vind hem best wel vet. Ook al wel Kevin natuurlijk niet meer een ding is, de Cube. Maar hij is tof. Ik hoop dat we zoiets ooit nog wel zullen krijgen. Misschien gaan we dat ook ooit nog wel krijgen. Gaan we door naar het volgende. Dit is de eerste rap concept. Volgens mij ook de enige die ik heb. En ik vond deze gewoon leuk. Ik heb hier niks over te zeggen. Het is een soort van panterprint. Of wat is het? Tijgerprint. Ik vind hem wel heel leuk. En die kleuren. Wie weet gaan we het ooit krijgen. Ik zou hem heel erg graag willen. Gaan we direct door naar het volgende. En deze. Hier ben ik trouwens heel erg fan van. Deze is zo vet. Het is de banner redesign. Wat namelijk het ding is, is als je iemand killt, staat jouw banner erbij. En wat je ook kan doen, is mensen taggen. Ik kan het heel simpel uitleggen. Dit is gewoon een idee van iemand die ook Apex speelt, want dit heb je ook ongeveer in Apex. Je kan namelijk mensen taggen, alleen dan heb je natuurlijk niet die banner van jou erbij. Maar je kan dus mensen taggen. En mensen willen dus ook dat ping systeem hierin terugzien. En ik ben zo fan van een ping systeem. Alsjeblieft, Fortnite, doe het ping systeem van Apex Legends in deze game. Het lijkt me zo vet om een geavanceerd ping systeem te hebben. Gewoon puur omdat je dan heel makkelijk mensen kan aanwijzen waar iemand is. En dat is zo fijn in Apex Legends, want dan speel ik. En daarnaast dan moet ik even voor inzoomen. Heeft hij ook nog een idee. En dat is dit idee. Om hier te laten zien wie de meeste kills heeft. Wie de kill leader is. En dit heb je in Apex Legends ook. En dat lijkt me zo vet. Ik wil dit zo graag. Dat je op deze borden kan zien wie de meeste kills heeft. Wie de beste is op dat moment in de game. Sowieso een leaderboard lijkt me heel erg vet. Dus Fortnite, als je luistert, kijk naar Apex, kopieer dat en dan heb je een nog vettere game. Ik zweer het je. Als je de beste dingen die Apex heeft ook in Fortnite doet, dan heb je opeens een hele vette, nog vettere game als dat Fortnite nu al is. Dus dit idee is sowieso super tof. Gaan we door naar de volgende. Dit is een concept voor de defibrillator. Dat is een heel moeilijk woord. Defibrillator. Het idee is dat je hiermee iemand damage kan doen. Je kan 100 damage doen als je iemand daarmee raakt. En als je iemand die down is hiermee probeert omhoog te halen, dan is hij meteen weer omhoog. Zonder dat je daarop hoeft te wachten. Want normaal gesproken, als je iemand wil reviven, duurt dat eventjes. Even kijken. If used without charge, revived. A player is on 30 health. If fully
charged. Oké, dus hij heeft een soort van charge of zo. Ik snap het niet helemaal. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat je hem naar 75% van de 75 health omhoog kan helpen. Dat is sowieso heel erg fijn. Drops in een stack of one max size of two. Dus je kan maximaal 2 van die defibrillatoren meenemen. Jezus, wat een woord. Gaan we door naar het volgende. En dit is een throwing knife. En in seizoen 8 wil ik echt iets van een melee wapen. Alsjeblieft, geef mij iets van een melee wapen. Of nou een throwing knife. Dat is niet echt melee trouwens, een throwing knife. Maar of het nou een knife is of iets van een throwing knife, lijkt me ook gewoon wel leuk. Gewoon puur die dingetjes die een beetje skill-based zijn om dus mensen mee te killen. Lijkt me best wel leuk. Deze zou als 35 damage doen op to the body en 50 to the head. Ben ik niet helemaal mee eens. Mag wel wat meer zijn, want een throwing knife is best lastig om te hitten. En als je even kijkt, 3 krijg je het dan. Als je dan 3 hit, dan heb je in totaal uit mijn hoofd 105 damage gedaan, als ik het goed heb gerekend. Zo niet, dan ben ik echt heel dom. Als je 3 raakt, kan je ook 150 doen. Maar dan moet je ze alle 3 op het hoofd raken. Dat lijkt me heel sterk. Kan je op de grond vinden of in chesten. Ja, ik wil hem heel graag hebben. Lijkt me een heel erg leuk wapen om mee te spelen. Gaan we door naar het laatste. En deze is ook wel vet. Het is namelijk een concept voor de umbrella die je krijgt als je een win haalt in seizoen 8. Sorry. Is gewoon een leuke umbrella. Ik heb er niet heel veel over te vertellen. Wie weet gaan we deze krijgen. Ik vond ons een heel erg vet ding. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie nog hebben genoten. Als jullie nog heel erg genoten van deze video, drop even een like. Abonneer op de Vulvraag met dat belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!